ik heb nog pakketjes binnengekregen en dat ga ik even laten zien. Goedemorgen, het is donderdag en ik sta weer in dit verschrikkelijke vloglicht. Ik ga even douchen en dit is zo schattig. Sarah heeft heel schattig kleren voor me klaargelegd die ik vandaag aan kon doen. Ik moest vanochtend in bed blijven liggen en ik hoorde er al druk bezig. En nou kwam ik in de badkamer en toen was het net, tada, kijk mama, dan kan je aankleden. Want jij legt altijd mijn kleren klaar, dus nu heb ik dat voor jou gedaan. Echt zo uber super schattig. Dus ik ga douchen en ik vind de outfit ook oké, dus die ga ik ook zo gewoon aandoen. Ik heb de outfit aan die ze heeft klaargelegd. Ja, mijn haar is nog nat, ik heb hem wel opgemaakt. Ik heb deze trui aan van Guess met die pailletten en mijn scherm is zo donker. Ik weet niet waarom. Heel erg flared spijkerbroek van Wrangler en mijn Guess sneaker wedges. Ik ga nog wat eten en dan gaan we even boodschappen doen. Ik weet niet, ik heb echt een beetje geen fut deze vakantie of zo. Sarah die is ook een beetje gewoon hangerig en moe. Ik denk dat we gewoon voornamelijk heel erg aan het bijkomen zijn. En dat is aan de ene kant heel saai, maar aan de andere kant soms ook wel eens even heel erg lekker. En het weer werkt natuurlijk ook niet mee. Ik denk dat we ook een beetje een winterdipje hebben of zo. Oh, ik wil de auto starten, maar het is wel handig als je de sleutel in de auto steekt. Mag ik hem starten? Ja, je mag hem starten. Goed gedaan! Ik ga maar met de auto, want het blijft maar regenen en regenen en regenen. En dan zijn we echt tot op het bot doorweekt als we op de fiets gaan. En ik moet best wel veel halen. Maar ik heb er best wel een hekel aan eigenlijk als ik met de auto boodschappen ga doen. Want ik vind met de fiets wel gewoon beter. Maar goed, ik heb ook echt geen zin eigenlijk om boodschappen te doen vandaag. Maar ja, ik moet vandaag eten en kan wel bestellen, maar dan is het morgen. Dus daar heb ik vandaag ook niet heel erg veel aan. Dus ja, so be it. En ik denk dat ik morgen even met Sarah naar Monkey Town ga. Want dat wil ze heel graag. En we hebben ook zwemles morgen. Die gaat deze vakantie wel door. En dat wil ik ook wel heel graag door laten gaan. Nee, ik wil het niet in de vakantie. Ja, maar jij gaat wel. En het gaat heel goed op zwemles. Ik wil dat niet. Ja, maar toch gaan we het doen. Ja, want een gezonde zwemles, ook geen Monkey Town. Mijn batterij was eerder leeg, dus ik maak gelijk een sprong. Het is al 8 uur 's avonds. Maar ik heb nog pakketjes binnengekregen en dat ga ik even laten zien. Nou, het beeld van die camera is zo donker. Ik weet niet waarom dat is en ik krijg het niet anders. Maar goed, ik had het netjes gevouwen en toen legde ik het op de bank en toen viel de stapel om. Ik ga het wel even anders laten zien. Ja, dit licht is wel iets beter. Dus ik heb verschillende dingen. Ik had wel uit de pakketjes al gehaald. En een beetje, ja, mix, zomer, winter, alles. Ik heb echt van alles. Ik heb bijvoorbeeld deze ripstoptof. Dat is heel raar. Ripstoftop, andersom. Ik weet niet of je dat kan zien op beeld zo. Met zo'n werkje. En dat zit ook bij de mouwtjes. Gewoon verder een simpel t-shirtje, katoen.
heerlijk. Gewoon basic, maar dat is wel heel makkelijk te combineren. Ik heb deze rok. Die vind ik echt heel gaaf. Oh, hij is open. Dat is jammer. Ik ga hem even zo houden, want dit is zo'n plooirok met een print. En die gaat dus met een riem, maar ik zie net dat hij los is. Dus hij slaat over en dan gaat hij met die riem vast. Even kijken als ik hem vastmaak. Hier zit dat koord en hier, nou, waar is die nou? Hier. Hier zit dan die riem. Dus die ring, dat is helemaal leuk. De camera staat op een andere hoogte dan ik gewend ben. Helemaal leuk. Dus dan heb ik... Die zit in sluiten, dat weet ik ook niet. Deze blouse. Ik vind dat wel leuk zwart-wit. Maar normaal is het vaak lijntjes of echt blokjes. Maar deze heeft gewoon blokjes erop. Deze is ook van Warehouse. Dat is deze blouse. Hij lijkt een beetje crème op mijn beeld, maar hij is echt spierwit. Ja, en dit is gewoon zo'n modelletje wat altijd met alles kan. En daar hou ik wel echt van. Van de Mango heb ik deze. Dit is een manfit broek, zeg maar. Die heeft een omslag. Je kan hem ook wel gewoon dragen. En zo'n bovenkant, die is heel erg high waist en een beetje baggy feel zonder dat hij baggy is. En ja, dat vind ik heel leuk. Dan kan je casual dragen of leuk met een gobertje. Maar je kan hem toch ook wel wat chiquer weer aankleden. En het is heel anders als je zoiets met een hak draagt en een nette blouse. Of je kan daar heel veel kanten op. Nou, Warehouse. Ik vind dat echt wel een van mijn favoriete merkjes. Deze heel erg fijn gebreide trui met allemaal van die roesjes op de mouwen. Verder ook gewoon simpel, maar hij is zo lekker zacht. Echt helemaal geweldig, vind ik dat. Dan heb ik deze rok. Die is van Benetton. Die is geruit. Ja, je ziet het op het scherm niet. Er zit een rok in tot hier. En dit stuk is die dan doorzichtig. Ja, zo zie je het beter. Verder gewoon met elastiek. En dat vind ik en 's winters wel leuk. Dan kan je de laarzen onder en een trui op. Maar zomers vind ik het ook wel heel erg leuk. Deze trui. Ja, eigenlijk gewoon de sweater ook weer van Warehouse. Die vond ik ook wel leuk op die omslagrok van net. Want die is oranje en deze trui is dus ook oranje met tekst. Maar deze vind ik ook bijvoorbeeld heel erg leuk om dan wat stoerder met sneakers eronder op de jeans van net te dragen. Dus dat is wel een leuk te combineren trui. Dan heb ik deze rok. Die is van Envy. Die is wel echt voor de zomer. Ja, het is echt... You love it or you hate it, zeg maar, zo'n rok. Er zit één split in hier. Niet super hoog, maar wel net dat hij vormt. Want deze rok zit ook vrij hoog. En ja, dit is wel echt een rok die ik alleen hoog zomaar echt heel leuk vind. Split zit trouwens hier aan de voorkant. Dit is echt zo'n glimmend stofje. Dan heb ik nog meer. Deze top van Nikki. Het is gewoon eigenlijk een basic t-shirt-achtig, maar wel met een leuk mouwtje. Maar het is een wat glimmender stofje en ik hou daar altijd wel van. Dat geeft het toch een wat luxer gevoel. En dan met deze tekst erop. En heel grappig, ik pik natuurlijk altijd Marco Struia als ik gewoon in huis ben en gewoon even simpel iets aan wil. En toen dacht ik moet eigenlijk gewoon zelf een oversized sweater hebben, die ik gewoon even makkelijk aan kan doen, of ergens over als ik het koud heb. Dat heb ik niet. En dat is ook niet echt wat ik normaal als kledingstijl draag, maar wat ik wel makkelijk vind om te hebben. Dus toen zag ik deze van America Today. Die heb ik echt heel groot gekocht in een L en ik draag normaal XS. Dus deze is heel groot voor mij. Echt, hij valt echt ver over mijn schouders. Maar dat zijn Marco Struijers pak ook, dus daarom vond ik hem ideaal. En dan last but not least. Dit is van Casa Jewelry. Mijn oorbellenstash is natuurlijk nog steeds heel erg laag. Heb ik dus een nieuwe oorbellen gekocht. En dat zijn deze. Even kijken of ik ze goed kan laten zien. Die lopen dus zo. En die kan je dus gewoon zo erdoor halen. En dan heb je oorbellen in. Even kijken, want mijn gaatjes zijn vrij smal. Als je ze in hebt, zijn ze dus zo. Je het goed zien zo. Die vond ik wel echt heel erg leuk. Je hebt natuurlijk ook heel veel van dit soort oorbellen met koordjes.
En dan heb je eigenlijk een beetje hetzelfde effect, alleen deze zijn dan al helemaal voorgevormd. Ik moet aan deze kant uitkijken, want ik heb hier een ooit verkeerd geprikt gaatje. En die is toen uitgeschud en daarboven is dan het goede gaatje, maar ik moet hem niet door de verkeerde halen. Zo. Dus zo zijn deze oorbellen. Ja, en daar ben ik heel blij mee. Alleen wat ik me besefte, ik heb wel gouden oorbellen voor dat gaatje erboven, maar eigenlijk geen zilverkleurig meer. Dus ik wil eigenlijk nog iets van een heel klein knopje of figuurtje of zo voor de boven. Dat ik het kan combineren, maar ik heb nog niet helemaal gevonden wat ik wilde. Ik had die hele kleine rondjes, die vond ik helemaal geweldig, maar ja, die zijn gewoon weg. En die zijn niet meer te koop waar ik ze heb gekocht. Dus ja, ik ga dit even opruimen. Ik ben in ieder geval heel erg happy mee. En ik ga het waterkoken ook even uitzetten. Ik moet nog editen. En ik wil elke keer mijn huis omgooien, maar ik loop gewoon niet vast. Maar dat is ook gewoon een welbekend verhaal ondertussen. Dus ik ga gewoon brainstormen wat ik daarmee ga doen. Ik denk dat sommige dingen ook gewoon moeten wachten tot het voorjaar. Zelfs nu natuurlijk die salontafel. Het is gewoon niet handig om dat met dit weer buiten te gaan doen, want het zeikt van de regen elke keer. Dus ja. Nog even wat dingen gedaan beneden. Niet heel boeiend. Ik ga me nu lekker klaarmaken om naar bed te gaan. En het is best wel betijd, want ik ben morgen nog wel echt even weg met Sarah. Anders komt het er weer niet van. Gewoon echt wel een relax vakantie gehad, zeg maar. Gewoon kijken om me uit te slapen. Dat was niet helemaal de planning, maar ja, ach. Heeft ook zo zijn voordelen. Dus ik ben me aan het klaarmaken. En ik wil dan ook de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op abonneren hieronder. Maak je me heel blij mee. Duimpjes zijn natuurlijk ook welkom. En dan zie ik je morgen. Doei doei!